Dit is een waterbarometer. Een barometer die staat opgesteld in het Barometermuseum hier in Maartensdijk, in de hal. Het apparaat is erg groot, 12 meter lang in totaal. Hij gaat van vloer tot het topje van het gebouw. Het apparaat is een kopie van de barometer die 350 jaar geleden onder aanwijzingen van Galilei in Italië werd gemaakt, langs de muur van een huis. Deze barometer laat iedere 10 minuten hier zijn water zakken en iedere 10 minuten gaat het weer omhoog. En het is al zodanig de grootste barometer, de hoogste barometer ter wereld, die ook echt werkt. En er zit 150 liter water in. Er is boven op twee hoog een vacuümpomp die de lucht uit deze buis wegzuigt. En in 1 minuut tijds dan is dat water boven in de koepel, ongeveer op 12 meter hoogte. Dat water legt een afstand van 1 meter of 10 af. En na 1 minuut kan de bezoeker kijken op het peil van de waterbarometer wat de luchtdruk is in Maartensdijk. Is een waterbarometer ook de oudste soort barometer die er bestaat? Niet helemaal. Natuurkundig eigenlijk wel, aan de andere kant ook weer niet. In ons land, in de Nederlanden, hadden we een heel klein waterbarometertje, een zogeheten donderglas. En een donderglas, dat is maar heel klein, met een tuitje. En dat voorspelde in de jaren ver voor Torricelli en Galilei in ons land het weer. Kijk, dit is nou een kopie van zo'n zogenaamd Nederlands donderglas. Het glaasje is van binnen afgesloten, hier zit lucht in en hier zit gekleurd water in. En als ik nou mijn hand hier tegenaan hou, dan wordt de lucht warm en dan gaat het water in de tuit stijgen. En hetzelfde gebeurt bij slecht weer. En het kan zelfs zo zijn dat het eruit spat en dan heb je met recht het gedonder in de glazen. Water is natuurlijk erg onhandig, hè, zo'n lange barometer. Dus kwik werd in plaats van het water gebruikt. En dit is dan zo'n kwikbarometer. De uitvinder was Torricelli, omstreeks 1640, 1645. Maar het nadeel is dat het schaalverdelingje bij een kwikbarometer klein is. En daar vond onze landgenoot Christiaan Huygens wat op. Kijk maar, deze barometer van Huygens heeft een hele lange schaal. En dat wordt bereikt door olie op het kwik te zetten. En dan krijg je deze barometer. Barometers werden steeds moderner. Deze barometers die werden zo'n 150 jaar geleden uitgevonden. De anaerobide barometers van Vidi. De mensen die kennen hem ook vaak als de barometer van grootmoeder in de gang. Als ik dat wijzerplaatje nou losneem, dan kun je het binnenwerk zien. Er zit een metalen trommeltje in en dat reageert op verschillen in luchtdruk. Als de luchtdruk stijgt of daalt, dan wordt dat trommeltje ingedrukt of komt naar buiten. En die beweging wordt via een hefboommechanisme op de wijzer overgebracht.